Zo net zijn we bij Ben en Anne geweest en nu zijn we op het terrein van Robert en Lisbeth, de aardbeienkoningen. Robert, voor jou ook 2 jaar geleden gestart met de Belwisser versroute. Is er voor jullie iets veranderd sinds het feit dat jullie met elkaar de convenant gesloten hebben? Wij zien tot op de dag van vandaag zien we elke dag nog steeds nieuwe mensen komen. Meer aanloop, dus het heeft zeker zijn vrucht afgeworpen. Ja, bestuurlijk, is het prettig dat je met 5 mensen of 5 bedrijven samengegaan bent, of heeft dat verder geen effect gehad? Heeft effect gehad, zeker wel. Je leert van elkaar, normaal gesproken iedereen heeft druk. Er wordt hallo geroepen en daar blijft het dan bij. Maar door samen te gaan kom je wel vaker bij elkaar over de vloer. Wordt er meer gepraat, een keer wat machines uitgewisseld. Ik heb zelf ook het idee dat je elkaar versterkt. Of zie ik dat verkeerd? Ja, dat klopt. Wordt zeker versterkt. Er zijn bedrijven die hebben al eerder producten dan wij aardbeien hebben. Die hebben al klanten, aanloop van klanten. Die worden weer doorverwezen naar ons. Na de aardbeienteelt, dan volgt de frambozen weer. Wij verwijzen de mensen weer door, zoals er frambozen zijn. En naar mensen die vragen voor wat vlees, noem maar op. Dus jullie hebben echt wel, het heeft wel voor jullie ook zin gehad om met elkaar de convenant te sluiten. En dat je dan ook echt het idee hebt van, je bent 2 jaar bezig. Het is een positief initiatief geweest. Ja, zeker wel. Zeker wel, ja. En het is gewoon heel erg leuk om gewoon met z'n allen samen te werken. Hè? Ja. Dus, Jouw winkeltje, ik heb het alweer gezien. Zijn daar nog plannen mee of wordt het nog uitgebreid? Of? Nou, we proberen elk jaar weer met nieuwe dingetjes te komen. En we zien het elk jaar wel. Ja. Mensen zijn nog steeds heel erg enthousiast. Dus dat is op zich wel heel erg leuk. Nou, het ziet er ook echt hartstikke leuk uit. Lisbeth, zijn er speciale activiteiten voor de 28e juni? Ja, we willen voor de kinderen hebben we een springkussen, een luchtkussen en we hebben een grabbelton. Mensen kunnen overal rondkijken. We hebben een presentatie, een DVD-presentatie. Dus eigenlijk wat we het hele jaar rond zoal doen op ons bedrijf. Mensen denken vaak dat het alleen de zomermaanden is. Ja. Maar dat is niet zo, dus daar kunnen we ze ook gaan kijken. Ja, het is gewoon een kijkje achter de schermen. Machines leggen we uit wat we daar allemaal mee doen. Dus er worden ook op de 28e ook rondleidingen verzorgd door jullie? Ja. Okay. En dan mogen de mensen overal op het terrein rondlopen? Of zeggen jullie van nou tot zover en niet verder? Nou, ze mogen hierachter komen kijken waar dat we aardbeien plukken. Maar we zitten ook met hygiëne. Dus we kunnen niet toestaan om de mensen zo her en der in het veld te laten lopen. Maar ze mogen zeker gaan kijken hoe dat de aardbeien groeien. En wij willen hun daarin begeleiden. En we leggen dan uit wat ze willen weten. Okay. Dus, Robert, ik hoorde jou net Pools spreken. Jouw werknemers zijn over het algemeen Polen? Ja, allemaal. Voor 95%. Ja. Is het nog steeds moeilijk om aan aardbeienplukkers te komen? Nee, helemaal niet. De mensen die komen jaar in jaar uit, komen ze terug. De enige reden als ze thuis blijven is zodat dat een vrouw zwanger is. Om die reden. Dus ik kom elk jaar weer heel graag terug. Jullie hebben dus eigenlijk jaarlijks dezelfde mensen uit Polen die hier aardbeien komen plukken. Ja, en blijven mensen, hebben ze geen tijd meer. Door wat voor omstandigheden dan ook, dan zorgen ze zelf weer dat kennis of vrienden of buurman. Die dragen ze weer aan als nieuwe. Ja, ja. Okay. Nou, bedankt. Sorry. Trouwens, nog iets. Okay. Dit jaar hebben we nog iets leuks bedacht voor onze klanten. Ja. Een tegelspreukenactie. Ik zal even iets laten zien. Dat is goed. Een tegelspreukactie. Ik ben benieuwd. Die vliegen. Dit jaar zijn onze aardbeiendoosjes voorzien van een labeltje. Dat de mensen kunnen zien dat de aardbeien van ons afkomen. Ja. Omdat onze aardbeien toch een herkenbaar zoete smaak hebben. Ja. Het ontwerp is geworden een oud-Hollands tegeltje. Ja. En daar hebben we iets leuks op bedacht. We hebben een tegelspreukactie verzonnen. De mensen die bij ons in de winkel komen, die kunnen een formuliertje meenemen. En dan kunnen ze een origineel aardbeienspreuk daarop invullen. Okay. En onder de beste inzenders wordt eind van het seizoen worden leuke prijzen verloot.
Tevens op internet op www.aardbeextra.nl kunnen ze ook het een en ander nalezen over deze leuke actie. Oké. Hartstikke leuk. Ja, je komt toch steeds weer op nieuwe ideeën, ja, hè? Ja. Maar dat moet ook, hè? Je moet inventief blijven. Ja, Oké. Nou, dit was eigenlijk een klein beetje de informatie van Robert en Lisbeth. Wij wensen jullie heel veel succes op de open dag. En we wensen jullie ook heel veel succes met de samenwerking met de andere bedrijven. Oké, dan gaan we naar de volgende. Prima. Oké. Kun je dit in?